mensen, Welkom bij een nieuwe video heel kalkor officiaal vandaag. Spelen we Clash Royale. Laat hem vast een like achter. We gaan weer voor 600 likes, maar de vorige video heeft nu al bijna 1000 likes. Ik denk dat deze online komt dat hij al 1000 likes heeft. Dus niet normaal jullie support in de likes. Ben er heel erg blij mee. Maar dit is aflevering 5 van Dek van een kijker en ik kies natuurlijk altijd de deck die het meeste likes heeft en ik hoop gewoon dat jullie een deck kiezen daar waar en ik gewoon de troepen al een beetje op level heb. Niet dat je bijvoorbeeld een hut kiest. Die heb ik maar level 4. En dat je gewoon, nou liefst niet een deck waar ik altijd al mee speel. Dus liefst niet een deck zoals een Hog Rider of zo. Gelukkig is dat deze keer niet geworden. Deze keer is het deck geworden van Clash Royale Updates. Hij heeft 135 likes gehaald. En het zijn deck is Zap, Fries, Bogen, Ballon, Gunsling, Ice Golem, Kanon, Skelet Army. Heb daarmee 4400 likes. Gehaald, meegehaald, xD Oké, okay, bedankt voor jouw deck, Clash Royale Updates Dit is het deck, ik heb het al gemaakt En uh, ja, ik heb al een keer met ongeveer zo'n deck gespeeld Het is natuurlijk een best wel bekend ballon, freeze deck Ben ik er goed mee? Ik was er toen, oh, matig mee Niet heel goed, niet heel slecht Ik ga eerst even deze chest openen Zo, en dan gaan we gewoon lekker even beginnen Hopelijk gaan we winnen. Ik ben benieuwd of jouw deck werkt. Battle, battle, battle. En ja, uh, yeah, let's go boys. Let's go, let's go. Ik heb er zin in. Oké, okay, we komen tegen Ercorosiana. En hij is een level 10. En hij komt uit de clan I Bombaroli. Ik denk dat hij een Spanjaard is. En uh, we beginnen met de uh, Ice Golem achterin. We willen onze uh, ballon zeg maar nog niet weggeven. We willen nog niet laten zien dat we een ballon hebben. Daar wachten we dus ook mee. Oké, okay, dat is eventjes vervelend dat hij dit doet. Uh, ik wil het eigenlijk bijna vriezen, zelfs. We moeten even die doe ik even hoog. Zodat die. Uh, oh, die. Oh, wauw. Oké, okay, we gaan daar gelijk. Ik doe even archers. En dan gaan we er gelijk voor. We moeten. We moeten nu gelijk gaan. We staan nu zo dik achter. Hij had zoveel geluk, hè. Dat ik nu net. Als hij mijn. Uh, net toen hij mijn dingen neerzette. Net toen ik. Uh, ah, jammer trouwens dat die ballon niet naar de toren gaat komen. Wel schakelt hij de. Uh, Furnace uit. Maar wat heel, wat heel veel geluk heeft. Is net dat ik. Begint hij met Hogwider. En net heb ik geen cannon. En ik heb geen archers. Dus daar hebben we echt heel veel pech mee gehad. En misschien had ik hem toch moeten vriezen. Ik zat even in mijn hoofd te denken. Zou ik hem vriezen? Maar dat leek me ook geen goed plan. Maar als ik nu erop terugdenk. Had ik hem misschien beter kunnen vriezen. Kijk, nu hebben we er gewoon de kanon. Nu is het geen probleem. Om deze Hogwider te stoppen. Nu doen we gewoon rustig aan kanon. En dan ja, geen probleem. Zelfs de andere toren helpt mee met schieten. En die Hogwider komt er niet doorheen. En eh, misschien was het niet zo'n goede start. Maar ik denk alsnog gewoon dat we dit heel makkelijk kunnen winnen. als spelen we gewoon slim. Uh, we laten dit gewoon lekker doodgaan. We laten dit uh, ja, gewoon gaan. Ik weet niet wat ik hier tegen wil doen. Ik split even archers. Zo. Schakelen we even heel mooi die um, Ice Godem uit. Nu zetten we eigenlijk alweer bij die. Ik ga dit even zappen. Als die met die, die. Want ik heb echt nu niks. Ik heb nu niks wat ik wil inzetten. Dus ik doe dit maar gewoon. Want ik. Ja, anders eigenlijk nog niet weet wat ik anders wil doen. Um, doe even de Ice Godem hier. We hebben echt veel te veel elixir. Maar ik kan nu nog niet komen. Met een. Um, ballon. Dan wil ik pas in overtime doen. Want dan heb ik genoeg voor Ballon freeze. En nu kom ik er gewoon niet doorheen. Nu zept hij dit weer. Nu moeten we er wel. Nu moeten we wel iets doen. Ik verwacht dat hij zijn furnace neerzet. Daarom leg ik een ballon in het midden. Dan is die ballon eerder bij die furnace. Maar hij zet het niet neer. Wat wij, daarom gaan we dit zeppen en dan hopelijk haalt die ballon het ja die ballon haalt het die ballon haalt de toren let's go een hit let's go boys we hebben twee twee hits nee ga weg net geen twee hits wel die arch uitgeschakeld lekker 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 dan moet ik heel gauw even naar de oh naar de kanon net op tijd ik doe even minions hier want die kanon gaat die kanon die hoekwaarde gaat anders een hit doen hij doet een hit oké okay. we gaan sowieso minimaal we pakken allebei een toren want wij gaan die toren van hem ook pakken oh dat gaat makkelijk zelfs Oh, dit is fijn dat die archer hem nu al pakt. Wat? Nu kunnen we doorgaan. Ja, hij is niet zo blij. Ik gooi hier even een ice Golden neer. Doet hij deze push? Oké. Okay. pakken wij een kanon. Doen we archers hier achterin. En dan gaan we het zo freeze. Hij heeft mij, voor mij qua air alleen archers en de fire... Oké, okay, dat heeft hij ook. Dit is een lekkere freeze. Dit is een lekkere freeze. We moeten dit ook doen. Oké, okay. kijk, jongens, we komen erbij. We gaan het niet doen. We gaan het niet doen. En die archers, als ze geluk hebben... Nog twee hits, twee hits, twee hits. Let's go, twee... We pakken... Hè? Huh? Huh? Dit was echt het raarste dat ik ooit heb meegemaakt. Huh? Hebben, ik dacht. Ten eerste dacht ik dat hij mijn toren al had. Ten tweede dacht ik. Yes, we gaan één hit doen. We pakken de hele toren. Wat? Dat was echt raar. Dat was echt raar. Maar wel chill natuurlijk. Gelijk al gewonnen. Het begint heerlijk. We gaan natuurlijk gewoon gelijk door. Lekker, lekker, lekker. Wow, dat potje was raar, jongens. Dat was echt raar. Oké, okay. we komen nu tegen Pro Ultimate Junior. En hij komt uit de Clan uh, PG Ragers. Wauw, dat was echt een lekker potje. Oké, okay, we beginnen met Archers in the Back. We begonnen dus heel slecht eigenlijk. We hadden... Oh nee. Ja, we moeten gaan. We moeten gaan, we moeten gaan, we moeten gaan. Doe ik even dit, 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 dit. Zo, Oh ja, hij doet de Valkyrie. Dit is fijn, want nu heeft hij niet zoveel elixir meer. En dan waarschijnlijk komt zijn uh, verdediging tegen de air te laat. Ja, daar is de musketier dan pas. Waardoor we wat damage kunnen doen. Ik ga even de minions hierop gooien op die. Um... Lava hound. Dan moeten we even kijken of hij iets tegen me mee eens gaat doen. Ja, hij dat. Waardoor wij archers moeten neerzetten. En waardoor wij wat damage op ons krijgen via die musketier. Ik kon er weinig aan doen. Ik kon er denk ik niet. Ja, misschien ook die uh, archers niet moeten neerzetten. Maar dan hadden die lava -pups weer damage gedaan. Dat was een keuze. Ik heb denk ik de verkeerde keuze gemaakt. Maar op zich staan we er niet heel slecht voor. En net kwamen we ook heel lekker terug. Um, hij heeft dus een musketier. Dat is zijn air defense. Ik verwacht dat hij gewoon. Net was hij heel agressief. Ik verwacht gewoon dat hij weer een lava uit zo gaat neerzetten. Daarom doe ik die hoge Ice Golem. Doet hij iets? Nee. Ja, dan hebben we nu echt letterlijk niks. Ik moet ballon. Ik heb letterlijk niks. Ik heb echt letterlijk niks. Oké, okay. dan komt hij weer Ja, dat had ik al verwacht. Maar we hebben echt letterlijk niks. Wat had ik anders moeten doen? Hopelijk kilt hij ballon die prinses. Nee, doet hij niet. Uh, minions even hier. Even, ja, even hier. Op die prinses. Oh, kom. Cool. Pak die prinses. Oké, okay, top. Pak die uh, musketier ook. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. prima verdedig. Prima verdedig. Ja, ik, die ballon. Ik wist ook dat die niet slim was. Maar wat had ik anders moeten doen? Ik had Scarmy. Dan was mijn prinses, had hij gewoon gekillt. Ik had Sep, heb ik niks aan. En ik had Freeze. Dus dat was denk ik echt de beste keuze. Um, ja, weet je wat? We gaan er gewoon voor. Ik voel. Ja, nu. Ja, kijk, daar is de uit. Oké, dan gaan we gelijk. Misschien hadden we de andere kap moeten opgaan. Ja, waarschijnlijk hadden we de andere kant op moeten gaan. Dit is niet zo slim. Want nu kan hij straks, zeg maar, een koude van hiervan maken. Ik ga daarom ook, ook niet vriezen. Ik ga het niet vriezen. We doen wel een hit. We doen misschien zelfs twee hits. Wat doet deze jongen? Hoezo doet hij hier niks tegen? Oké, okay, we doen... Oh, daarom doet hij er niks tegen. Want hij was aan het sparen. Oké. Okay. We gaan dit vriezen. We gaan dit heel hard vriezen. Zodat we die ballon uitschakelen. Oké, okay, dat is al één. We hebben in ieder geval die ballon uitgeschakeld. Dan moeten we wel hiervoor oppassen. Ik doe eventjes een Doe ik eventjes minions. Doe ik eventjes kanon hoog. En dan hopelijk kunnen we dit tegenhouden. Um, ja, dat lukt wel. Oké, okay, dat lukt nog wel. Doe even artjes hier hoog, zodat we die prinses uitschakelen. Top. En dan moeten we dit vriezen om die te stoppen, die ballon. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft zeker niet. Oké, okay, top. Um, dit ga ik zeppen Dan zijn we af van die minions. En dan hebben we nog 13 seconden. Moeten we overleven? Ik denk dat wel goed komt. Of niet? Het komt goed. Het komt goed. Het komt goed. Het komt goed. Ja, het komt goed. Top. Of vijf seconden. Oeh, wacht, wacht, wacht. Nog niet? We hebben hem misschien. Heeft hij een vuurbal? Nee, hij heeft niks. Oké, okay, top. Tweede potje weer gewonnen. We gaan lekker met dit deck. Ik had het niet verwacht van tevoren. Want ik ben niet de beste. Zoals ik net zei. In een ballon spelen. Maar twee winsten. We zitten echt niet zo heel laag. Maar ja, lekker dit. Lekker, lekker, lekker. Nog een potje dan. Tegen Owen uit de clan Apex. Nu level 11. Net twee keer level 10. Ik begon even rustig aan. Nu gaan we tegen level 11. Oké, okay, nu, nu is het serious business. Wij zijn zelf level 10 nog maar. Wel bijna 11 trouwens. Maar, eh, uh, Zep. We gaan het even zappen. Weet je wat? Wat anders. We, nee, we zappen gewoon even. We gaan even kijken. Wat doet onze grote vriend? Wij doen even Ice goden. Oké, okay, dat is best wel irritant dat hij dat doet. Scarmi. Um, skarmy. Uh, ja, net op tijd. Moeten we wel oppassen voor die. Ja, kijk, daarom doe ik die archers. Anders was die nu op de toren gericht. Die Elite Barb. Maar op zich staan we er nog. Ja, we hebben minder Elixir dan hem. Maar we staan er niet heel slecht voor, denk ik. We hebben ook nog een kleine mini counter Die natuurlijk heel makkelijk gestopt kan worden. Wordt ook heel makkelijk gestopt. En we hebben nog die Ice golem. Weet We in ieder geval dat hij uh, drie minions heeft. Als air troep. Voor de rest weet ik. Oké, okay, weet je wat we gaan er nu voor? Hij heeft drie minions. Wij doen dit, dit, dit. Hopelijk gaat hij straks de minions. Kijk, die ballon is nu heel dichtbij. Dus al killen de minions dat. Ja, kijk, dan gebeurt er dit. Let op. Ze hebben pats weg. Ah, oh, nee, we halen net geen trit. We halen net geen hit. Jammer. Dat is een best wel slechte ballon. En nou, voor de rest laat ik dit gaan. Uh, mag ik dat beter... Ik kan het kunnen vriezen, dat groepje. Dan was het wel... Nee, dan hadden we een counterpoes gehad. Nee, dat is prima voor mij. We waren proberen. We moesten proberen om er doorheen te komen. Het lukte niet. We doen toch weer die Skarmy. Ook al weet ik dat hij zap heeft. Het zal het moeilijk om alles tegelijk te um, zeppen. Maar hij doet het nu wel. De hele Skarmy zept hij tegelijk. En dan gaat hij één hit doen met de Elite Barb. Oké. Okay. Ik, dat... ik kan maar mijn leven met één hit. Vind ik op zich niet heel erg. Dan gaat hij nu weer. Dat vind ik wel erg. Ik wil nu niet dat hij weer gaat... Um... Um, ja, ik, ik, ga, ik ga het nu vriezen, nee, ik ga het niet vriezen, ik ga artjes, ik ga er artjes bij doen, oh, nee, nee, we zijn zo de lul, oh, ik durf nu niet te kijken naar deze counter push, ik verwachtte dat hij weer dit zou stoppen met, uh, oké, okay, wacht, we moeten dit vriezen, hè? ja, we moeten dit vriezen en dan gaan we minions, oké, okay, dat is zo, so. oh, nee, ja, we zijn de lul. GG, wel Ja, ik ga, ik ga ook niks meer doen. Dit, dit kan, kunnen we onmogelijk. Hij zet als ik een Skarmin neerzet. Dit kunnen we. Nee, dit kunnen we onmogelijk verdedigen meer. Oh, ja, ik had de hele tijd minder elixir ook dan hem. Ja, om oh, dus op zich, we kunnen nog een. Nee, ja, de. Ja, ah, nou, nah, kom op. Ja, ah, jammer dit. We begonnen. Ja, we begonnen ook niet heel goed. Vier musketiers heeft hij daar gewoon staan. Ja, G, ik zag het al. Weet je hoe ik het al zag? Toen we die push inzetten. Toen hij met een elixirpop kwam. Toen dacht ik. Ik ga met mijn ballon ervoor. Toen kwam hij. Met. Uh, ja, toen, toen stopte hij die ballonpush. Met evenveel elixir. En had net de pop neergezet. Dus hij had veel meer elixir dan wij. Jammer, jammer, jammer. Oké, okay, nu weer een level 10 dan. Vincent, Vincenzo. Uh, level 10 is natuurlijk makkelijker voor ons. Dus hopelijk kunnen we deze dan wel weer winnen. Maar we begonnen redelijk goed. We moeten niet gaan balen. We hebben de eerste twee gewoon lekker gewonnen. Deze was ook gewoon best wel lastig. Ik keek even weg. En daardoor komt ze opeens met de prinses. Ik kan die twee in plaats van één hits doen. Dat is wel even jammer. Um, doen wij meer eens wat damage? Nee, oké. Okay. Um, doen we even dit. Even de druk opzetten een beetje. Maar we staan helemaal niet zo heel slecht te spelen. Oké, okay, dit is wel eventjes wat minder leuk. Um, doen we even dit. Dan zappen we even dit. Doen we eventjes dit. Oké. Okay. Misschien ook niet, niet eens die Scar niet eens hoeven... Jawel. Die Scar ik sowieso wel moeten droppen. Al wou ik geen hit op mijn toren. Hij heeft een level 1 Ice Wizard. Dat betekent dat die Ice Wizard niet makkelijk die Skeletons killt. En kijk die Skeletons gaan. Dit is altijd mooi om te zien. Die doen gewoon wat 300, 400 damage. Doen we eventjes uh, de minions zo. Weer die prinses 2 hits. Dat is wel eventjes wat minder. Had ik liever niet gewild. Um, uh, wat ga ik hier tegen doen? Ik denk gewoon een, even een Ice Godem. Ja, oké. Okay, oké. Okay. Oké, okay, kanon, eh, uh, archers, zo. En dan stoppen we dit, denk ik, toch wel top. Alleen het enige... Oh, hij zet... Oh, hij zet mijn archers. Ik wil zeggen, het enige nadeel is straks als zijn Giant komt, want dan zet ik Scarmy neer en dan zet hij dat. Maar hij zet nu mijn archers, wat heel erg gunstig is. Dus ik ben nu niet echt bang voor zijn Giant. Kom maar, want ik heb nu Scarmy en jij hebt geen zet meer. Of je hebt een log, en dan zijn we wel de lul. Oh ja, weet je wat? We gaan gewoon ballon, we gaan gewoon ballon. Gewoon lekker feest. Kijk hoe hij dit gaat stoppen. Hij heeft dus een... Oh... Oh, wat doe ik? Oh, kost dit ons potje? Kost dit onze potje? Nee, waarom? Waarom friest ik daar? Oh, dat deed ik heel troosteloos. Ja, dit gaat sowieso wat damage doen. Oké, okay, hopelijk niet te veel. Oh, we hadden we stonden lekker te spelen, we stonden lekker voor. Enige nadeel was dat hij Minionord had. Oh, maar nu doet die fout, doet hij echt 800 damage. Wat stom. Oké, okay, wacht. Maar we zijn nog niet verloren. Hij heeft wel Minion hoor. Maar die kunnen we uitschakelen. Met Ice Golem. Oké, okay, dit, nee, dit, 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 dit. Met Ice Golem zappen ook zeggen. Maar dit gaat heel lastig worden, jongens. Dit gaat heel lastig worden. Hopelijk killt die Friese die prinses. Nee. Um, dit moet ik even zappen. Ik moet die prinses even wegzeppen. Dan komt zijn Royal Giant. Nu zelfs al. Oh, en, oh, en dan speelt hij dat heel slim. Dan speelt hij dat heel slim. Dan zappen we even dit dan zetten we dat niet? Dan uh, gooien we daar skarmy neer. En hopelijk doet hij niet meer dan twee hits. Ah, kom op. Oké. Okay. Doet niet meer dan twee hits. Maar dit is echt puur overleven, jongens. Allemaal door die ene vries. Wat zonde, wat zonde, wat zonde. Dat is zo jammer. Um, ik weet niks. Ik weet echt niks. Ik, waarom zap ik dit? Weet ik ook niet. Ik weet echt letterlijk niet wat ik moet doen nu. Komt hij waarschijnlijk met zijn skarmy? Ja. Hij is wel heel voorspelbaar, deze vent. Hij is ook niet heel goed. Maar wij hebben gewoon heel veel pech met die freeze. Ook. Oh, ja, nee, dat is voorbij. Oh, balen. Balen, 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 jongens. Waarom doe ik dat? Zonde. Ja, steek je duimen maar op. Oh, dat was echt jammer, jongens. Die Vries. Vier Elixir weggegooid. Tegen een Giant of tegen Elite Barbs mag dat niet gebeuren. Zonde, zonde, zonde. Oké, okay. eerste twee gewonnen. Tweede, twee. De, de laatste twee verloren. We gaan nog één potje. Hopelijk winnen we deze. Als we verliezen, gaan we nog een potje. Als we winnen eindigen we. Oké. Okay. We doen even minions in de back. We doen minions in de back. We laten even dit op ons afkomen. Um, ja, wat doe jij? Wat doe jij? Wat doe jij? Niks. Uh, ja, dan moet ik toch weer ballon komen. hè. Ik moet toch weer ballon, Want ik echt niks anders heb. We gaan even kijken. Of hij noord heeft, zou wel heel jammer zijn. Hij heeft dit. Ik denk als ik dit zep dat ik een hit ga doen. Nee. Ah, jawel. Hij, we zouden het denk ik net, 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 niet. net niet of net we wel hebben gedaan. Maar hij zepte dat. Dat is eigenlijk best wel chill dat hij dat zepte. Hij heeft zelf ook een ballon. Um, doen we dit, 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 dit. Zo. Even jammer dat die musketier nog niet dood is. Moeten we dit... Nee, dit killt het wel. Tenzij hij zept nu. Uh, oh! Oh! Ja, jij bent de lul. Jij bent de lul. Oh, arme jongen. Ik heb net een verkeerde vries. Nu had hij een hele erg verkeerde vries. Nu gaan wij wel een goede vries neerzetten. We hebben hem klaarstaan. We hebben hem klaarstaan. Kom maar met je musketier. Kom maar met je musketier. Nee, we gaan niet eens friezen. Weet je wat? We gaan niet eens friezen. We gaan het niet eens het risico nemen. We doen nu alsnog gewoon een hit. Is prima. En we doen damage op die uh, uh, Mega Minion. En door deze, doordat we niet hebben gefriest, hebben we nu veel meer elixir dan onze tegenstander. Wat natuurlijk heel fijn is. Oké, okay, even minions, zo. So, oh, dat is wel even jammer weer aan het de dek. Misschien heb ik toch wel moeten vriezen. Want ik heb nu toch niks dat ik wil inzetten. Doe dan maar een kanon. Want ik echt letterlijk dat ik gewoon niks heb. Uh, dat is wel even jammer. Um, nou, de ijskolen is wel een goede set. Dan doe ik die hier ongeveer. Dat dan, als de musketier er aankomt, dat die daarop gericht is. Zo, archeren we dit eventjes. Uh, dit moeten we vriezen. Dit moeten we vriezen. Anders hadden we dit nooit kunnen stoppen. Want we hadden minions niet in ons dek gehad. Oh. Oké. Okay. Uh, dan zap ik jou een ballon. Nee. Oh, ik mis. De... Of. Oh, Kom op. Even kost. Dit is even niet grappig weer. Dit is gewoon. Ik speel nu echt slecht. Ik mis gewoon de zap op die ballon. Oké. Okay. We kunnen dit gewoon easy winnen. We kunnen dit echt easy winnen. Dan wacht ik eventjes. Ik doe eventjes je ijsgonum achterin. Ik ga nu niet te agressief zijn. Ik wacht eventjes. Doe even dit. Zo. Ik doe weer een uh, kanon. Dan stop ik nog één push van hem. En dan gaan wij. Dan is het ons tijd. Dan is het ons. Ons tijd om te shinen. Um, dit is best wel slim van hem. Dit is best wel heel slim van hem. Als hij mijn minions vriest, vries ik terug. Vries maar. Oké, okay, dan vries ik jouw ballon. Hoppatee, dan vriezen we jouw ballon toch. Dan doen wij het toch ook gewoon. Wij kunnen het spelletje ook spelen van vriezen. Oh, dan doet hij wel een hit. Smerig. Oké, okay, maar we gaan wel gelijk in die counter push. Misschien is dat niet heel handig dat ik dit doe nu. Want nu hebben we geen vries. Oké, okay, nee, dit is heel dom dat ik er nu aan het doen ben. Dit is echt heel dom. Oké, okay, we moeten eventjes nu concentratie. We hebben nog alle tijd. We kunnen dit easy winnen. Makkelijk. Ik ga de minions heel hoog zetten. Zodat hij nu niet de toren en de minions kan vriezen. Heel dom dat hij dat zet. Dat is echt, echt heel dom. Oké, okay, mooi. Ja, nu gaan we. Nu gaan we. Nu is het over. Nu is het over en uit. Het is over en uit. Het is over en uit. Archers, we hebben nu de vries klaar. Vries, pats, kop. Op die, op die. Oh nee, die ballon gaat nooit halen. Kom, op, Floris. je moet dit winnen. Oké, okay, die ballon gaat het niet halen. We laten dit af. Ja, oké, okay, dan laten we dit doodgaan. Dan doen we even de kanon. Daar gaat de ballon op. Als het goed is, doen we eerst dit, zodat de musketier op die Ice schiet. Dan kunnen wij heel rustig deze minjes droppen. Doe alsjeblieft geen vries. Oké, okay, doe je wel. Vind ik eigenlijk heel veel fijn dat je die. Huh? Nou ja, weet je wel oh, ik dacht even, weet je wat ik laat? één hit doen. Vind ik prima. Dan komen wij nu hardcore met onze counterpush. Het is nu afgelopen namelijk. Ik ben nu boos. Wij moeten nu gaan. Oh, wat een vries. Wat een vries. We pakken alles. We pakken alles. Ehm, 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 ehm. Zep, nee. Net niet. Net niet. Oh, we komen net niet die hit doen. Ah, oh, zonde, zonde, zonde. Nou, hebben we net niet gewonnen. Wij waren wel echt beter. Dit was echt ballon tegen ballon. Ballon vries tegen ballon vries. Ah, dit hadden we kunnen winnen. Dit hadden we kunnen winnen. Balen, balen, balen. Weer. Oké, okay, we gaan nog één potje. Twee gewonnen. Op het begin. Toen dacht ik werelddeck. Toen twee verloren waarvan één een hele slechte freeze neergezet. Nu gelijk. En het laatste potje gaan we winnen. Het, het is nu over. Level 10. Wij pakken deze. Ik ga muten. Want ik vind elke smiley die hij stuurt. Vind ik irritant. Welke smiley het ook is. En we doen even minjes in de back. Het enige jammer aan dit de deck vind ik dat ik altijd. Soms niet na nou, heel vaak. Gewoon niet weet wat ik moet inzetten. Hier hij heeft van mij hetzelfde. Zou hij ook ballon freeze weer hebben. Dat zou echt lachen zijn. Hij heeft in ieder geval een kanon. En een um, Ice Golem. En dat hebben, wij, dat hebben wij ook. Hij heeft dan in ieder geval een vuurbal. Die hebben wij niet. Um, we doen Artis even achterin. Want ik gok dat hij zeg maar vanaf deze kant gaat aanvallen. Of hij doet gewoon niks. Musketeer. Ik weet wat ik ga doen. Ik ga agressief zijn. Want ik had niks anders dat ik kon neerzetten. Ik kom op toren op de... Ja, toren op de Megami. Of de Megamiën. Toren op de dat. Op uh, die Ice Golem. Waardoor wij een hit gaan doen. Ik heb kanon al klaar. Als hebt hij dit. Kanon is klaar. Maar de kanon is te laat. Floris, wat ben je lekker bezig? Je hebt wel een hit gedaan. Wat op zich ook wel redelijk goed is. Maar die musketier gaat ook weer veel damage doen. Twee hits, denk ik. Ah! Nee! Nee, 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 nee! Je maakt de verkeerde keuzes. Ik zei het van het begin al. Ik ben niet de beste ballonspeler. Oké, okay, we doen even artjes. splitten we. Ik vind ook die Skarmy in dit deck vind ik niet fijn. Ik vind Skarmy... Ik vond het op het begin vond ik het een goede kaart. Maar het kan zo makkelijk gecounterd worden. Het enige wat je gewoon letterlijk hoeft te doen is... Um... Ja, oh, ballon weer. Dit is ook weer niet slim. Is gewoon te zappen. En als je zept, Ja, oké. Okay. Je zept het. En het is al gelijk klaar. Dus daarom vind ik het niet een hele goede kaart. Dit is wel heel lekker voor ons. Want we kunnen nu en de megamien en de Musketeer uh, vriezen. Waardoor we denk ik hopelijk wel twee hits. Nee, hij zept het. Dan waarschijnlijk één hit. Maar we doen wel wat damage nog op de toren met de bom. En we doen wat damage op de musketeer. Wat ook fijn is. We doen even dit zo. Doe ik even kanon. Hier, maar hij pakt sowieso mijn toren. Die kanon is eventjes om een beetje damage te doen. Hij logt dat wat een verspilling is, zeg maar, van zijn elixir. Had hij totaal niet hoeven doen. We doen even de artjes achterin. Ik wist dat dit die uh, liter bars mijn toren zouden pakken. Wat ik ook deed om te verdedigen. Dus ik vind het ook niet heel erg dat ze wat damage doen. Um, hij gaat nu agressief, dan gaan wij dat ook doen. Met een Ice Golem. Ik hoef nu niet een hit te doen op die uh, toren. Wat ik wil is nu gewoon de bom. Of zeg maar in ieder geval de ballon bij de. Toren te krijgen, zodat die bom op de toren komt. Wat er nu ook gebeurt, waardoor we wat damage doen en waardoor ik straks zijn toren gewoon kan zeppen. Nu komt hij sowieso weer met elite barbs. Vandaar mijn kanon. Nu doe ik even snel. Oh, is die op tijd? Ja, ga weg hoor. Hoe, hoezo gaat die ene elite barb niet op die kanon? Dat vind ik echt heel raar dat hij dat niet doet. Wat heel erg jammer is. Nu moeten we dit gaan zeppen. Al oh wel, weet je wat? Ik ga, ik ga het eerst nog even. Ja, oké, okay, hij doet dat. Dan moet ik wel zappen. Ik dacht even, misschien laat hij mijn Arches het killen. Dan, dan zou het best wel chill zijn. Al zou hij dat doen. Ik ga dit niet zappen, want dan zijn we sowieso de lul. Nu doe ik even de kanon iets dichterbij. Zodat die Elite Warps er wel op gaan. Um, zo, minions. Dan vuurt hij dat. Ik weet niet of dat heel verstandig is van hem. Waardoor wij nu Elixir hebben om dit en dit en dit te doen. En hopelijk straks ook een Freeze te hebben. Wachten, wachten, wachten. Nee, ik ga het niet vriezen. Ik ga het niet vriezen. Ik moet even rustig. Ik moet even wachten op een moment. Dit was het niet. Dit was niet het moment. Kanon weer hier. We doen even dit. We doen even een Ice Godem hier. Zodat ze nu wel straks naar de kanon toe gaan. Top. Kanon is dood. Oh, ze zep ze No. Nee, we zijn, we zijn de lul. We zijn de lul. Ja. Ja, 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 ja. Nee, het is niet voor me weggelegd. Sorry, wat was de Clash Royale update? Nee, ik kan, ik kan geen ballon spelen. Ik, ik vind het te riskant. Nou, misschien wel, kan ik wel ballon spelen, maar niet met dit deck. Als jullie dit deck willen overnemen, ik raad jullie gewoon aan. Misschien een lagere arena's wel. Maar iedereen speelt nu Zap. Dus ga die Skarmy niet gebruiken. Ik zou in plaats van Skarmy... Um, even kijken hoor. Bijvoorbeeld. Uh, even kijken. Wat, wat zou ik nou aanraken? Bijvoorbeeld gewoon. Nee, die elite bombs worden te duur. Al doe je iets van dit. Heb je iets meer defense. En daar heb je zeg maar iets. Maak je het iets cheaper, die ballon deck. Ook zou ik. Ja, die kanon vind ik ook niet zo riskant. En omdat we hem cheaper hebben gemaakt met die um, ice spirit zou ik de kanon inruilen voor. Elite Barbs. Omdat ik vind een kanon gewoon een beetje... Ik, je kan een hoek wijden. Kan je ook stoppen met Elite Barbs. En dan heb je nog een counter push. Hetzelfde geldt voor de Royal Giant. Ik zou dit dek ervan maken. En dan ga ik hier nog een beetje mee oefenen. Hopelijk word ik wel beter aan ballon. Maar ik denk dat dit beter is dan het vorige dek. Voor um, topspelers. Zeg maar. Met kanon level 13. Dan is een kanon wel weer sterk. En nee, ik vind Skarmy gewoon niet zo chill. Want je kan het zeppen. Je kan het loggen. En het is weg. Je kan er niks meer tegen doen. Drie elixir. Weg. En dan heb je ook gelijk geen defense meer. Voor bijvoorbeeld Elite Barbs. Maar ik zou dus dan dit deck maken. Maar bedankt alsnog voor je deck. Laat ook jouw deck achter. En als jouw deck de meeste likes heeft. Speel ik met jouw deck. Wees een beetje creatief in je decks. Maak het niet te slecht. Maak het niet te OP. Meta Elite Barbs en Hogweider alleen maar. Maak gewoon een leuk deck. Deck met de meeste likes kies ik. Jongens bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video. Tot Dames!